beetje in die lijntjes, mystiekjes, maar bijvoorbeeld René en andere bestuursleden. Want we gaan met z'n allen topleiding worden en daarna gaan we allemaal dood. Wij zijn allemaal even vergeten dat we ook een soort bestuur hebben die hier aan de zon ik heb 60. Oh, oh, wacht even. Is het eigenlijk van de senioren geleerd? Ja. Ik ben eigenlijk het hart. Want ik ben de presentator, ik ben het hart. Ik heb het eigenlijk met de senioren en de junioren gedaan, ja. Nu kijken de junioren kijken toe. Wat ik van de senioren heb geleerd. En dat ben ik aan het doen, snap je? Nee, maar dat is geen antwoord op de vraag die jij stelde. Wij stellen we worden net in deze lijst, we komen net als een bestuurder voor. Dus stel me. Ga je wel even aan de spiegel? We hebben een bestuur, wil je zien als mensen die als senior. Kijk, je bent leiding. Op een gegeven moment geef je een paar jaar leiding. Dan zie je binnen de hele stad weer. Op een gegeven moment mensen die daar samen wonen, huis, kinderen, weet je wel. Dus de stad is iedereen heen. Op een gegeven moment staat iemand waarschijnlijk over naar een plusscout. Dan kunnen we ook een scout te maken hebben. Op dat moment ben je automatisch ook gevraagd om bestuurlijke functie te doen. Ik kleed al heel lang als lid zijn van de vereniging. Ik kleed dat al in. Door aanwezig te wezen, ik weet al een schade in de vereniging. En dan op een gegeven moment word je vanzelf gevraagd voor bestuursfunctie. Niet zo dat je jeugd dit misschien ja, vandaag hoor. Ja, heb je niet vergeten of vier jaar? Ben je voorzitter? Oké. Okay. Corné, is dat een antwoord op je vraag? Ja. Nou, ik denk, ja. Ik heb wel een duidelijk antwoord. In de piramide zit vooral de inhoud waar we met z'n allen mee bezig zijn. Het bestuur bemoeit zich vrij vaak met de inhoud. Aan de linkerkant staan allemaal middelen die aangeraakt worden. Hoe je in de piramide kan strijden. Dat is echt een taak van bestuur om dat mogelijk te maken. Zo zit het vaak in elkaar. Ik ben dyslexisch hoor. Dat staat nu op de camera.